Hoi allemaal, ik ben Sandra en ik heb vandaag weer een blogpost op het blog van Craft Sensations. En in dit filmpje wil ik je graag uitleggen hoe je deze kaart in elkaar zet. Eerst kort iets over de kaart. Het is een kaart voor de geboorte van een meisje. It's a girl, alles in het roze gehouden. Roze spiegelkarton, lieve poezenbeestje dat ik gekleurd heb met aquarelpotloden. En het stempeltje, beide stempeltjes zijn van Craft Sensations, maar zijn helaas niet meer verkrijgbaar in de winkel. Maar kijk vooral in je eigen bestand wat je hebt. En ik heb wel gebruik gemaakt van recent papier dat in de winkels ligt van op dit moment van Craft Sensations. Ik heb hem gemat, designerpapier en ik laat je even zien wat voor kaartje het is. Het is een zogeheten blokbeeldenkaart en hij klapt in drieën naar buiten. Blokbeeldenkaart, want dit zijn natuurlijk zogeheten blokken. Je moet de blokken voorstellen als een babytje net kan zitten en spelen. En een beetje kan omgaan met blokkendozen. Dan kunnen ze blokken gaan bouwen, zo van die torentjes. En daar is deze kaart op gebaseerd. Dus ik vind deze heel geschikt natuurlijk voor een babykaart. Je kunt hem ook voor elke andere gelegenheid natuurlijk gebruiken. Want ik heb ook prachtige varianten gezien. Met bloemen en heel mooi aangekleed voor Moedersdag of weet ik veel wat voor gelegenheid, of van verjaardagskaart. Wat ik hier zo leuk aan vind is dat ik deze heel mooi heb kunnen personaliseren. Baby Lua is geboren en dat is de baby van een collegaatje van mij. En we zijn natuurlijk hartstikke blij dat zij in goede gezondheid ter wereld is gekomen. Ik heb de binnenkant wat opgeleukt al met wat stempeltjes die ik gekleurd heb. Er komen nog blingetjes aan. En wat ik verder van de kaart kan vertellen, is dat het een Z-fold kaart is. Z gevouwen, hè? Dus het is een Z als je het zo ziet. En zo kun je heel mooi zien die blokken. Het is gewoon een bepaald mechanisme. Het is heel simpel om te doen. Maar het wauw-effect zal groot zijn. Als ik mijn vingers dus achtersteek, dan zie je ook dat ik een klein openingetje heb tussengelaten. Voor een wat speelser effect nog. En nou ja, hoe je dus deze kaarten in elkaar zet, dat wil ik je gaan laten zien. Je snapt natuurlijk al, als er een meisjeskaart is, dan moet daar natuurlijk ook een jongenskaart bij komen. Nou, dat moet niet, maar ik heb nog een collega, ik heb heel veel collegaatjes, maar ik heb nog een collegaatje, die gaat in januari bevallen van, dat weet ik al, een jongen. En zij gaat de andere blokbeeldenkaart krijgen van mij, die ik nog moet gaan maken. Die ga ik samen met jullie maken, dat wil zeggen, de basis ga ik maken. Ik ga jullie ook vertellen de maten van het designerpapier, hoe ik het al gedaan heb, maar om de video een beetje behapbaar te houden, dan hou ik het bij de basiskaart. Ook dit is een oud stempeltje van CS. Hetzelfde principe zoals je ziet, ook weer gekleurd met aquarel. Dat doe ik zelf het liefste. En ik was van plan om dit blok erbij te gaan gebruiken. Die heb ik in een vorige video ook gebruikt. Die ligt nu nog in de winkel. Everyone needs good basics. Nou, wie ben ik om dat te ontkennen? Daar ben ik het helemaal mee eens. Dit is wel een heel favoriet blok van mij. Ik vind dat grafische design vind ik heel mooi. Ik vind de kleuren heel mooi op elkaar afgestemd. Alleen net iets minder blauw dan dat ik had gehoopt, maar ik denk dat ik met deze, dat ik met deze ga werken. Dit zijn net kleine avocadootjes, maar die achtergrond is vrij blauw. Ik moet nog even kijken. Jullie gaan het eindresultaat nog zien, maar nu eerst, wat heb je nodig om deze leuke kaart in elkaar te zetten? Je hebt nodig een stuk kaartstok. Even openmaken. Om te beginnen. Je pakt gewoon een A4'tje en die lengte die houd je. Die lengte is ongeveer, ik denk, 29,85, zoiets. Je houdt gewoon die lengte, hoef je niks aan te doen. Je snijdt hem wel op net iets korter dan 15 centimeter. Ik heb gewoon 14,9 centimeter aangehouden. In de hoop dat hij in een standaard envelop dan past. Zo niet, dan moet ik er nog een envelop bij maken. Dat gaan we meemaken. Ik heb dat verder nog niet uitgemeten. Dat stukje kaartstok, dat ril je vervolgens net iets minder dan 10 centimeter. Dus dit zijn vlakken van 10 centimeter. Dus dit is ongeveer bij 9,9 centimeter. Dan zit ik hier ongeveer op 19,8 centimeter en tot het eind. Hij is niet helemaal perfect gevouwen, maar nou ja, wel nagenoeg. Oeh, je kunt niet zien wat ik doe, wel nagenoeg. Waar je vervolgens op moet letten is hoe je de kaart opent. De kaart laat zich het beste zo openen, op deze manier. Dus ik laat het zien op jullie kant. Dit moet de voorkant worden. En dit moet de kant, dit moet de zijde worden waarop die blokken bevestigd moeten worden. En dit wordt dan straks je
schrijfgedeelte of de achterkant daarvan. Ik denk dat ik zelf de achterkant ga schrijven. Want als je de kaart dicht doet, dan zou dit hetgeen zijn waar ik zou schrijven. Maar hier zet ik mijn stempel. Ik denk dat ik mijn tekst hierin zet. Ik laat je straks nog even op een fatsoenlijke manier zien. Dus het is even belangrijk dat de kaart op deze manier geopend wordt, zodat zeg maar die eerste vouwlijn naar binnen gaat. Dus dit is een dal. En die tweede vouwlijn is, zoals je ziet, een berg, een mountain. Ja, dat is even belangrijk. Ik ga hem even openleggen. Wat je daarnaast nodig hebt, zijn vier stripjes. Dus ik heb voor vier strips gekozen. Je zou hier in theorie ook nog wat mee kunnen stoeien. Ik had Baby Lua. Daar had ik aan die acht blokken had ik daar precies genoeg aan. Maar je kunt daar dus een beetje mee stoeien. Hè? Je kunt ook voor zes blokjes kiezen, maar dan worden die gaatjes daartussen worden iets groter. En dit zijn stroken karton, of kaartstok moet ik zeggen, van 3,5 centimeter bij 14 centimeter. 3,5 bij 14. En je rilt ze steeds bij 3,5, 3,5, 3,5. Dus als je echt wil meten, ze 3,5, 7 en 10,5. En ik leg ze al extra zo'n beetje hoog naar boven. Want dit is de manier waarop je ze gaat bevestigen in je kaart. En je laat dus die vouwlijn van die reep laat je op dezelfde wijze lopen als de vouwlijn van de kaart. De vouwlijn van de kaart is een dal, maar jouw blok wordt natuurlijk een bergje. En je plakt ze dus op deze manier allemaal zo onder elkaar. En wat je doet is je laat steeds een afstandje tussen zitten. Dus dit zijn je kleeftapjes. En daarmee is eigenlijk het mechanisme van je kaart klaar. Ik zal ze even inplakken en dan zal ik je laten zien hoe dat eruit ziet. Ik zal bij de laatste nog even laten zien hoe dat ik hem erin plak. Ik breng lijm aan op die kleeftapjes. Ik vouw de kaart open. Ik zoek die middenlijn zoek ik op. Ik hou wat afstand. Ik plak ze niet helemaal strak in die kaart, dat niet. Zie dat er nog een heel klein beetje ruimte overblijft. En vervolgens plak je ze dicht. En daarmee zijn de blokken in je kaart geplakt. En dat is eigenlijk het enige what there is to it. Dit is de enige die niet helemaal lekker gaat, zie ik. Er zat net ietsjes meer ruimte, maar het geeft niet zoveel. Hij kan goed dichtgevouwen worden. Ik zou het wel narillen als ik jullie was. En wat je vervolgens doet, maar dat moet ik nog even snijden, is op deze kant designerpapier aanbrengen, zodat natuurlijk die kleeftapjes verborgen blijven. En ik zal de kaart verder gaan maken en je laten zien hoe het resultaat geworden is. Nou, ik heb de kaart zover klaargemaakt. Hij is nog niet helemaal af. Ik heb een elementje erbovenop geplakt. Ik heb een mat ongeveer 3 mm kleiner gesneden rondom. Dus als de kaart zeg maar 14,9 cm is, dan heb ik in de lengte heb ik hem op 14,6 gesneden. En ik geloof dat dit 9,9 cm is. Dan heb ik hem 9,6 cm gesneden. En het designerpapier heb ik nog weer 3 mm korter geknipt, gesneden. Je moet zelf even kijken wat je mooi daarin vindt. Zo doe ik het op dit moment. Wat ik wel mooi vind in ieder geval is ook om alle randjes even te inkten van al het papier. Omdat het papier namelijk van binnen wit is en dan zie je de witte randen naar buiten, want dat vind ik zelf niet zo mooi. Nou ja, dat zijn de maten in ieder geval voor het designerpapier en de mat hier voorop. Ik heb gewoon ovale stansen gebruikt om het beestje uit te stansen en het spiegelkarton. Het beestje is wel gestempeld op, met watervast inkt op aquarelpapier. Dan heb je de beste resultaten mee. Nou, als je hem opent, dan zit hier nog niks in. Ik zal nog even bekijken hoe groot ook alweer die blokjes zijn. Ik dacht een hoofd 3 bij 3 centimeter, maar dat check ik even voor de zekerheid. Hoef ik helemaal niet te checken. Die zijn natuurlijk 3,5 bij 3,5. Vandaar hadden we bij gerild, dat was ik even vergeten. Heb ik zeg maar bij de andere kaart, laat ik je wel even zien. Heb ik die witte blokjes heb ik gemat met gewoon roze kaartstok in 3,2
bij 3,2 centimeter. En die blokjes zijn een beetje, je doet een beetje aan Scrabble blokjes zo denken. Zo dacht ik het een beetje, maar die zijn 2,5 bij 2,5 centimeter. Dus dan heb je die afmetingen ook. De afmetingen hiervoor zijn... Even checken. Ja, dit is 6,5 centimeter. Dus mijn designerpapier is zeg maar 6,2 gesneden. En in de lengte is die natuurlijk 14,9. Dus snijd ik hem op 14,6. Dus 3 mm korter iedere keer. En dat heb ik hier ook gedaan. Maar dan moet je gewoon zelf bekijken wat je daarin mooi vindt. Ik heb er niet voor gekozen om hier ook nog weer een mat aan te brengen. Dat is allemaal een beetje te veel van het groene. Nou. Dit zijn mijn twee kaartjes. Op het blog van Craft Sensations zul je er foto's zien van echt helemaal de aangeklede variant van deze te schattige babykater. Ik vind ze helemaal leuk geworden. Ik zal je nog even verklappen wat ik hiermee doe. Van de dame in kwestie weet ik dat ze Lua heet, maar ja. Van de heer in kwestie weet ik nog niet hoe die heet. En hier komt gewoon gestempeld baby boy. Met hier een leuk stempeltje nog onder. Dus op die manier kan je dat dus ook oplossen. Dus gewoon een beetje creatief zijn. Baby boy, ook goed. Dit was mijn tutorial voor vandaag. Hele simpele kaarten, maar met een gigantisch leuk grote wow-effect. Ik ben heerlijk kunnen kleuren. Dat vind ik zelf heel prettig. Ik beleef ik zelf heel veel plezier aan stempelen en kleuren. Ook mijn designerpapier wel kunnen gebruiken. Je moet ze goed vouwen om ze dicht te krijgen. Doe je ze in een envelop en verstuur je ze. Ja, dan moeten wel even wat extra stempels moeten erop. Maar dat mag de print niet drukken. En daarmee ga ik jullie verlaten. Dat wil zeggen, ga ik afscheid nemen voor nu op dit moment. Het klinkt een beetje dramatisch, maar... Mocht je denken, wat klinkt ze nasaal? Dat klopt, want ook ik ben gevloerd met corona voor het eerst. En, nou ja, het schooljaar is vorige week gestart. Ik werk op een hogeschool als docent. En we hebben introductie gehad en we hebben al collega's weer gezien. En ik ben bang dat, in dit weekend ervoor heb ik ook nog een feestje gehad, dat een van ons ergens iets heeft opgelopen. En nou ja, als het niet erger wordt dan dit, dan valt het nog mee. Ik wens jullie allemaal natuurlijk goede gezondheid toe. Blijf weg bij corona en als je het leuk vindt, maak dan ook deze leuke kaarten. En deel jouw creaties vooral bij ons op onze Facebookpagina. Creatief met Craft Sensations en Art Sensations. En dan ga je nu echt stoppen met praten, want het is op de pop. Hey, tot de volgende keer. Hoi.